Ja, ik denk dat ik echt de eerste Nederlander ben die in de NHL speelt. He's one of those rare players. The first time that I saw him, and I can compare him to people that I've seen in this organization since 1974, that really, really caught my attention and it stood out. So I see a lot of upside potential for Daniel Sprong. Ik wil tegen de beste, beste, maar ook met de beste spelen. Hey jongen, kijk wat ik hier heb. Ik heb jou niet meer nodig voor dat. Dus toen ik mijn eerste doelpunt maakte tegen Ottawa, dit was een moment dat ik nooit meer ga vergeten. Ik zag het publiek omhoog staan en iedereen begon te juichen. En toen dacht ik heb net mijn eerste doelpunt gemaakt in de beste league in de wereld.